Vandaag gaat het spannend worden, of in ieder geval voor mij gaat het spannend worden, want ik kan heel veel geld verliezen. En voor jullie gaat het ook spannend worden, want jullie kunnen natuurlijk zien of mensen dat geld gaan winnen. En voor de mensen die mee gaan doen, wordt het ook spannend, want die kunnen dus een giftcard gaan winnen. Met andere woorden, het wordt een super spannende video en het idee is heel erg simpel, maar wel heel erg leuk. We beginnen in het midden, je bent met z'n tweeën, ik loop gewoon mee en degene die dan meedoet, die moet dan één pad gaan kiezen. Je hebt in totaal 12 opties, dus de kans is 1 op 12 dat hij het juiste pad kiest. Maar op één plekje in de hele map zitten alle kisten. En als jij de pad weet te kiezen waar aan het eind van het pad de kisten staan, dan win jij een 20 euro giftcard van mij. Maar die kans is dus redelijk klein, maar die kans bestaat wel. Dus dat is precies wat we vandaag gaan doen. Ik ben super benieuwd, maar ook super benieuwd hoeveel mensen gaan winnen. Ik ga gewoon een aantal mensen de kans geven. En we zien wel. Ik ga eerst mensen uit mijn club een kans geven. En als jullie willen dat ik dit ook een keer doe, ga doen of met kijkers, dat jullie mee kunnen doen. Doe dat duimpje omhoog bij de 3000 likes. Zorg ik ervoor dat ik dit nog een keer ga doen. Alleen dan met kijkers. En dan ga ik een Instagram story plaatsen. En dan kunnen mensen de code joinen. En dan kunnen ze dan meedoen. Dus bij de 3000 likes ga ik dat doen. En hou mijn Instagram dan in de gaten. Joran_Bouws. Maar oh, ik heb er echt zin in. Ik kan echt niet wachten. En ik zal trouwens nu nog even laten zien ook aan jullie waar de kistjes liggen. Dat ga ik trouwens na elke ronde veranderen. Want anders is het te makkelijk. Ik heb ze nu hier in deze baan liggen. Maar na elke ronde verander ik de plek van de kistjes. Zodat het zeg maar zodat de volgende speler niet kan afkijken of kan toekijken. Zodat hij weet waar de kistjes liggen. Dus dan is het voor iedereen even eerlijk. Maar voordat we gaan beginnen, doe dat duimpje omhoog. Zouden we 500 likes kunnen halen? Dat zou super tof zijn. Nee, 500. 3000 natuurlijk. Want 3000 likes komt in deel 2 online. En vergeet ook niet te abonneren en al dat belletje te drukken. Blijf je op de hoogte van al mijn video's. En door jullie kan ik natuurlijk ook dit soort video's doen en kan ik ook wat teruggeven aan jullie natuurlijk, doordat jullie mij supporten met onder andere de code Bouws. Dus er wordt gewaardeerd als je natuurlijk de code Bouws blijft gebruiken. Maar nu doe ik het dus met leden van mijn club en de volgende keer bij 3000 likes dus met jullie. Maar ik zou even in de club gaan zeggen wat het idee is. We hebben een eerste kandidaat gevonden, Issy Boy Vos. Die mag eens het als eerst proberen. In de Bouws Army 38.000 trofeeën, behoorlijk wat hoge knokkers. Is een ervaren speler. Hij kan dus een 20 euro giftcard winnen. Nee, ik ben zo benieuwd. Kies het juiste pad en win 20 euro giftcard. Je hebt één kans het juiste pad heeft kist op het einde. Succes, brawler, maakt niet uit. Issy Boy Vos, die probeert echt gewoon alles om hem meteen al te weten. En waar moet ik heen? Het zou wat zijn als ik het dan had gezegd. Oké, ik zal op ready drukken. En dan ben ik benieuwd of Issy Boy ook op ready gaat drukken. Dat doet hij. Dan ben ik benieuwd waar hij heen gaat. Het pad, die tweede van rechts, die leidt dus naar de kistjes. Ik ben benieuwd wat Issy gaat doen. Ik ben benieuwd. Wat gaat Issy Boy Vos doen? Hij heeft één kant. Eén kant moet hij op en ik ben benieuwd welke kant dat gaat zijn. Hij is trouwens gouden mooi, dus dat is wel echt een zieke skin. Waar ga je heen? Kies een kant, Issy Boy Vos. Kies een kant. Hij bouwt de spanning veel te lang op. Waar gaat hij heen? Ja, je moet één kant. Als je eenmaal een pad in bent gegaan, dan telt dat als gewoon een kans. Dus als je eenmaal ergens heen bent gegaan, dan kan je ook niet meer terug. Wat gaat hij doen? Waar gaat hij heen? Wat gaat hij doen? Nee, oh trouwens, nee! Oké, dit is trouwens een beetje shit. Want mensen kunnen natuurlijk toekijken. Hier heb ik helemaal niet over gedacht. Nee, mensen kunnen toekijken. En dan vervolgens kunnen ze zeggen waar de kistjes liggen. Doordat ze toekijken natuurlijk. De kistjes lagen er rechtsonder. Oké, ik moet hier even een aanpassing doen. Want ik weet niet of die nu vals heeft gespeeld of niet. Maar dit kost mij nu al 20 euro. Ik weet nu niet of die heeft vals gespeeld. Want hij wachtte heel erg lang. Oei. Oké, dit is zo shit. Ik weet niet of hij het nu eerlijk heeft gedaan of niet. Issy Boy Vos die zegt dat hij het zelf heeft gekozen. Nou, dan geloof ik hem. Dus hij krijgt gewoon die 20 euro giftcard van mij. Ik regel dat via Instagram. Dat is net wat handiger dan via Brawl Stars. Dan ga ik na de opname even alle giftcards kopen. Maar Issy Boy Vos, gefeliciteerd. Je bent de eerste winnaar. Hij heeft het dus wel eerlijk gedaan. Dus, maar het kan natuurlijk wel dat iemand gaat toekijken. En door de map heen gaat swipen. Dus de volgende ga ik zeggen dat je binnen 5 seconden af, als we beginnen, dat je gewoon meteen een kant moet kiezen. Oké, ik heb het afgehandeld met Issy Boy. Dan mag nu een nieuw iemand. Rick is de volgende. En dan zou ik even zeggen dat hij meteen een kant moet kiezen. Ik ga trouwens de map natuurlijk wel even aanpassen. Want de kistjes hier, dat weten ze waarschijnlijk ondertussen wel. Want er waren net 10 toeschouwers. Die weten allemaal dat de kistjes hier liggen. Dus ik ga ze natuurlijk nu verplaatsen. Ik ga ze hier links in het midden zetten. Of, ja, zou ik dat doen?
Nou, net was die daar. Of, nou, jawel, we doen links in het midden. We gaan het hier neerzetten. Oké, okay, dus als het goed is, weet hij dat nu niet. En dan gaan we opslaan, verlaten. En dan ben ik benieuwd wat hij gaat doen. Rick, heel veel succes, jongen. Heel veel succes. Hij moet dus meteen het pad gaan kiezen. Want als hij dat niet binnen 10 seconden doet, dan moet hij opnieuw. Dan krijg je nog wel nog een kans. Maar dan moet hij gewoon, dan verplaats ik de kistjes weer. En dan moet hij gewoon weer opnieuw kijken. Want dat is dus het nadeel. Ik had er niet helemaal logisch over nagedacht. Mensen kunnen toekijken en eigenlijk zeggen tegen hem waar de kistjes liggen. Maar als je meteen een kant kiest, dan kan dat natuurlijk niet. Dus ik ben benieuwd welke kant Rick op gaat. Waar gaat hij heen? Hij moet de kant kiezen. 5, 4, 3, 2, 1. Oké, ja, ja, ja. Rick heeft nu niet de goede kant. Shit, ja, ja, ja. Hij dacht natuurlijk, de kistjes liggen op dezelfde plek. Maar dat liggen ze niet. Nee. Rick heeft het nu helaas niet gehad. Ja, dat zou natuurlijk heel dom zijn geweest van mij als ik de kistjes op dezelfde plek had gelaten. Ze liggen dus nu links. Rick, helaas, pindakaas, jongen. We gaan door naar de volgende en gaan we eens kijken of die misschien... wel kan winnen. Ik mis al mijn shots op Rick. Nee, maar dan gaan we even kijken of die wel wat kan halen. Voor de volgende ronde laat ik jullie ook in spanning. Vanaf nu ga ik niet meer zeggen waar ik de kistjes neer ga zetten. Dus dan is het voor jullie ook heel spannend waar de kistjes zijn. Dus ik ga nu naar het midden. Zoek nu een plekje waar de kistjes komen te staan. En jullie weten dus ook niet waar ze liggen. De volgende kandidaat is Captain Coolsang. 40.000 trofeeën. Ja, iedereen in de Bowser's Army heeft natuurlijk veel trofeeën. Dus ik ben benieuwd wat Captain Coolsang gaat doen. Ja, ik ben echt heel erg benieuwd. Oké, okay, hij heeft dus één pad die hij moet kiezen. De juiste pad. Captain Coolsang is nog niet geweest. Ik noteer iedereen, zeg maar. Waar gaat hij heen? Hij wacht wel heel erg lang. Dus, wat gaat hij doen? Ja, dit is zo irritant. Hij wacht te lang eigenlijk. Maar hij gaat hiervoor rechtsboven. Dus dan ben ik benieuwd of rechtsboven goed is. En jullie weten het niet, hè? Of rechtsboven goed is. Dan, of nee, linksboven. Ik zeg de hele tijd verkeerd. Maar linksboven is het niet meer. Dat was het net wel. Ik heb de hele tijd dat ze voor de plek gaat, waar net de kistjes lagen. Maar ja, daar liggen ze natuurlijk niet meer. Helaas, Captain Coolsang, je kans is voorbij. Helaas, pindakaas. Ik had trouwens beter met Shelly wezen, want dan kan ik ze makkelijker killen. Maar dat is een detailtje. Ze zaten nu rechts in het midden. Rechts middelste waren. Daar zaten ze nu. Oké, okay, maar in ieder geval door naar de volgende. Kijken of die het wel gaat halen. De nieuwe plek is gemaakt en ja, jullie weten het dus ook niet. Jullie weten het ook niet. En MTG Ok, die weet het ook niet. Dus succes MTG Ok. Hij gaat voor rechts midden. Daar zijn nu al een paar keer mensen voor gegaan. Daar had ik al kistjes liggen. Maar daar liggen ze niet. Nee, daar liggen ze niet. Helaas, pindakaas. Oh, dit is wel jammer voor MTG Ok. Die heeft trouwens best wel wat trofeeën. Maar helaas, pindakaas, het is voorbij. Dit is echt best wel spannend om deze manier te spelen. Ik hou trouwens iedereen bij. We hebben nu 5 spelers gehad. Dus al wel redelijk veel. We gaan denk ik in totaal 10 mensen een kans geven. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Jelte BS, aan jou is het nu de taak om het te halen. Ik ben benieuwd of Jelte het gaat halen. Ik heb de keuze. Ja, je zou denken, nou, het is vrij makkelijk. Maar ja, je moet maar net de goede kant op gaan, hè. Waar gaat Jelte heen? Hij gaat daar rechtsboven. No, hij gaat de kistjes zo meteen zien. Hij gaat ze zo meteen zien, want de kistjes liggen namelijk niet hier. Nee. Ze liggen in het middenboven. Oh, dit is wel echt heel sneu. Kijk, Jelte ziet ze nu liggen. Inderdaad, ze lagen in het middenboven. Daar had ik ze neergelegd. Oh, dat is wel jammer. Jelte was wel een van de weinigen die echt in de buurt kwam. Want de meesten die gingen helemaal verkeerd lopen. Maar Jelte die ging gewoon één pad te veel naar rechts. Oh, dat is wel sneu voor Jelte. Oké, okay, nou ja, Jelte, je krijgt wel een shout-out van mij, jongen. Gewoon puur voor de moeite. Maar we gaan nog 4 mensen een kans geven. Max is nu aan de beurt. 41.000 trofeeën. Ja, iedereen heeft veel trofeeën. Maar eens kijken of Max het wel gaat halen. Ik heb de kistjes natuurlijk weer verplaatst. Dus ze liggen weer op een andere plek. Dus ik ben benieuwd of Max het gaat halen. Max, meteen een kant kiezen. Hij gaat ook voor rechts. Nee, hij gaat het ook niet halen. Ze liggen niet rechts. Oh. Oh, dat is wel weer jammer. Ze lagen rechtsonder. Dus Max heeft het ook niet gehad. Oké, okay, we hebben ondertussen al 7 mensen gehad volgens mij. Het gaat wel erg snel. Donder. Max die wist ook gewoon meteen. Bam! Ik ga naar rechts. Er zat geen twijfel in. Dat moet ik hem wel nageven. Maar helaas, alsnog heeft hij het niet gehad. Trouwens, deze video kost echt veel meer tijd dan wat jullie misschien denken. Ik moet aan elke speler de regels uitleggen. Ik moet aan elke speler moet ik de map weer aanpassen. Het kost best wel wat tijd. Maar het is nu de beurt aan Kian. Dit is de 8e speler volgens mij die een poging waagt. En waar gaat hij heen? Waar gaat hij heen? Hij moet nu wel een keuze gaan maken. Want het duurt wel...
een beetje lang, maar hij heeft nu zijn keuze gemaakt. Hij gaat naar linksonder, maar de kerstjes had ik linksboven neergelegd voor Skian. Helaas, pindakaas, hij heeft het niet gehaald. Ja, ik wist al dat de kistjes daar niet lagen. Helaas, pindakaas, Kian. Misschien kan ik trouwens beter Mortis wezen of zo, want dan kan ik er iets sneller bij komen. Dat is net wat leuker misschien voor de video. Dan zien we het ook wel net wat sneller. Waar heb ik... Hier heb ik Mortis. Dan doen we even met Mortis. Maar Kian heeft het dus niet gehaald. Ik zal trouwens even laten zien dat inderdaad die kistjes linksboven lagen. Kijk, daar lagen ze. En hij ging naar linksonder. Ja, dat moet natuurlijk niet. Ik zal de kist weer verplaatsen en dan geef ik nog iemand de kans. Dionne is de volgende. 43.000 trofeeën. Dus dat is wel redelijk wat. Dat is wel redelijk wat. Dit is nummertje 9. Dus hierna hebben we nog één iemand. En dat wordt de laatste. Tot nu toe allemaal verschillende spelers. Maar eens kijken waar Dionne heen gaat. Ik ben benieuwd. Tot nu toe heb ik één giftcard moeten weggeven. Dionne gaat naar onder. Ik ben benieuwd of Dionne het nu goed heeft. Ja, ik weet het eigenlijk al. Maar jullie weten het nog niet. Dus ik ga het nog niet verklappen. En Dionne, die heeft het! Niet goed. Helaas, pindakaas, Dionne. Helaas. Ik had ze linksboven ietsjes opzij gedaan. Ik kan Dionne nu even gaan killen. Zo. Ja, ik had ze linksboven. Nou, niet helemaal. De bovenste link die daar net zo schuin onder. Daar had ik ze neergezet. Ik zal nu even met de camera inzoomen. Zo, rum. Daar had ik de kistjes neergelegd. Oké, we geven nog één iemand de kans. En dat wordt de laatste. Oké, dit wordt dus de laatste ronde. Dan heb ik in totaal 10 mensen kans gegeven. Dan heeft uiteindelijk één iemand gehaald. En dat was ook gewoon meteen de eerste. Waar zou ik hem nu neerleggen? Oké, ik weet, jullie zien dit nu. Ik leg ze nu rechtsonder. Dus de laatste weten jullie dan wel waar ze liggen. Eens kijken of ADHD het gaat halen. Succes, ADHD. Ik ben benieuwd. Rechtsonder liggen ze dus. Spanningssensatie. Als die het niet had, dan heb ik in totaal 20 euro verloren. Oké, ik heb in totaal 20 euro verloren. Want hier liggen ze niet. Nee, ze liggen aan de andere kant. Helaas, pindakaas, ADHD. Hij heeft het niet gehaald. Dat is jammer. Oké, maar dan was dit wel een lange opname. Ik ben gewoon bijna een uur bezig geweest om alles uit te leggen. Om alles te doen en te doen. Het was wel leuk om een keertje te doen. En uiteindelijk ben ik dus 20 euro armer geworden. Dus dat valt nog enigszins mee. Maar hey, dan bedank jullie voor het kijken. Vergeet niet dat duimpje omhoog achter te laten. En dan heb ik tot slot nog maar één ding te zeggen. En dat is natuurlijk, ik zie jullie later, bazen. Als je dit nou een leuke video vond, check dan even de video die hier komt te staan. Dan vind je die waarschijnlijk ook wel leuk. En abonneer natuurlijk even. Dat kan je hier dan hieronder doen. Dan blijf je op de hoogte van al mijn video's. Dat is natuurlijk net zo leuk. En ik heb ook kleding. Bouws Army kleding. Wil je het zelf kopen? Ga dan naar bouws.nl en word lid van de Bouws Army. Let's go!